Pretender, and it is my duty, Your Highness, to expose her as the covetous hoax she is. Bow before royalty, you insolent fool! Will be the new queen of France. Why won't it be? And darling, be still. I shall not think of the healing of will. And when you're as white as sunshine, you'll never need to walk. Thank you.
Baroness, did you or did you not lie to Her Majesty the Queen of France? Choose your words wisely, madame, for they may be your last. A woman would do practically anything for the love of a daughter of your majesty's. Perhaps I did get a little carried away. Mother, what have you done? Your majesty, like you, I am just a victim here. She has lied to us both, and I am ashamed to call her family. How dare you turn on me, you little ingrate? You see what I have to put up with? Silence, both of you! Good lord. Are they always like this? Words, your majesty. You, darling, I'd hate to think you had anything to do with this. Of course not, mother. I'm only here for the food. Baroness de Gendt, you are forthwith stripped of your title, and you and your horrible daughter are to be shipped to the Americas on the first available boat. There's a house we can build, every room inside is filled. Things from far away, special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. See, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Thank you.
Persoon. En die missen we helaas vandaag. Onze regisseuse Esmee, die heeft het hele stuk geregisseerd. Maar ze kon er helaas door omstandigheden niet bij zijn vandaag. Ik vind het wel heel jammer. Maar dit is wel ook deel haar werk. Daar mag best voor geapplaudiseerd worden. En dan wil ik ook wel Peter bedanken voor het schrijven en het maken van alle muziek. Hij is bezig geweest met alle outfits in orde te maken. Bijna alle pruiken heeft ook Obel gemaakt. Dat is gewoon fantastisch, toch? Kijk al die mooie werken. En nog iets heel belangrijks ook. De Belvedere willen wij ook met z'n allen heel erg bedanken. Dat zij openstaan voor ons, met wat wij doen, met hoe anders wij zijn dan andere theatergroepjes misschien. We zijn ook geen doorsnee drags, we zijn allemaal anders. En ja, het is toch fantastisch dat we hier ons ding kunnen doen. Onze verhalen kunnen maken en onze sprookjes gewoon lekker neer te zetten. Dat, ik word er gewoon even een beetje stil van. Heel, heel, heel erg bedankt allemaal.
En we hebben ook nog fantastische techniek daar staan. Date and Chits. Fantastisch, dankjewel. Het was fantastisch. En waar is Stella? Mag ik Stella even? Stella? Stella! Daar is Stella. Stella. Hi Stella. Want ja, jullie zijn natuurlijk best wel verbaasd soms waarschijnlijk over hoe snel de kleding aan en uitgaat, de kledingwissels en alles wat er gebeurde. Dat komt allemaal door Stella. Die stond de hele tijd ook achter ons terrein. En die heeft voor iedereen hier spannend eruit zien. Ja? Ja? Ik miste nog wat. Ik miste nog wat. Ja, sorry. Ik ben ook, word ook een dagje ouder af en toe. En vergeet je ook wel eens wat. We hebben namelijk enorm mooie boyer. Ik ga even ergens een ander kantje dat jullie beter kunnen zien. Ik weet niet waar het moet staan. Ja, de jurk van Kel. En allemaal andere jurken. Ook allemaal gesponsord door Opaak in Rotterdam. Dus ben je nog op zoek naar een mooie avondjurk? Ga naar Opaak. Ze geven zulke goede service. En ze kijken altijd met je mee. Dat is fantastisch. Ja. Ik ben nog steeds niet klaar. Het spijt me. Ja, had ik maar vaak op het podium moeten staan in plaats van achter. Dan had ik jullie niet hoeven doen. Wat is nog iemand heel belangrijk? Dat is Yvonne, de moeder van Nobel. En ze zit, waar zit Yvonne? Oh. Ja, hier komen we. Ja, hier kom jij. Daar is ze weer. Grote familie Yvonne. Kom hier uit. Want Yvonne die heeft, naast dat er natuurlijk ook jurken gesponsord zijn, heeft Yvonne ook heel veel kledingstukken gemaakt met de hand voor ons, voor deze show. En ja, hoe mooi is dat? Als een moeder en zoon van elkaar te doen. Vergeet het niet. Oh. Ja, ik weet het. Roy. Roy is ook nog heel speciaal, want die heeft ook ons allemaal in het gareel kunnen houden. En ja, af en toe moet er even zweep erover. En als dat nodig was, dan was dat Roy. Ja. Dus ja, dankjewel. En deze meid gaat maar door. We hebben namelijk ook nog prachtige artworkjes staan. Zijn gemaakt er ook wel. Die kun je nog kopen. Sommige mensen hebben er al eentje besteld. Ga zeker nog eventjes kijken, want het zijn echt leuke plaatjes. Het zijn de originele posters, maar zonder tekst van deze show. En voor de rest wil ik jullie allemaal een hele fijne avond nog wensen. En wij hebben enorm genoten van jullie, dus ik hoop ook voor jullie. Oh, wat gebeurt hier? Chantal. Chantal, ja, Chantal, daar kunnen we natuurlijk ook niet. Sorry, Chantal. Vergeef je me? Chantal die komt namelijk altijd fantastisch filmen. En dat kan je ook weer terugzien op YouTube later. Wat was het op YouTube? Star TV Rotterdam. Star TV Rotterdam. Nou, oké. Okay. Eén moment. Dank jullie wel allemaal. Bedankt voor het hier zijn, het inschuiven, het rekening houden met deze club. Wij zijn heel blij dat het jullie huis ook is. Dus kom nog maar volgend jaar heel veel, hè Peter? Oké. Okay. 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 Een applaus. Voor... En als jullie nog willen, jullie mogen op de foto natuurlijk. Ja,
Ja,